Wij zijn hier om de openingsfilm van het filmfestival Oostende voor te stellen. En dat is The Chapel. Het is geen film over de Koningin Elisabeth-wedstrijd, zoals sommigen zouden kunnen vermoeden. Het is eigenlijk een film over iemand die meedoet aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Haar eigen verhaal, het trauma dat ze heeft, wordt uiteindelijk gereveleerd in de kapel. Het is een beetje zoals Black Swan. Ook die film wordt gedragen door een sterke actrice, Natalie Portman. En hier wordt deze film ook wel gedragen door haar. Een nieuw talent eigenlijk. Wat mij betreft onbegrijpelijk dat hij niet al lang hier gewoon overal hoofdrollen krijgt. Wat is de volgende voor jou? De volgende film? Ik ben eigenlijk... Kijk, ik heb 10 jaar niet gefilmd eigenlijk. Hè? Dus, en dan heb ik wel veel geschreven. Dus ik heb nu 4 scenario's klaar. Veel zal afhangen van deze film natuurlijk. Je weet hoe dat gaat in de filmbusiness. Als deze film niet marcheert of niet goed genoeg is of whatever, dan zal het heel moeilijk worden om een nieuwe te maken, ook gezien mijn leeftijd. Hoeveel heb je er nu al? Gemaakt? Ja. 10. Ik vind dat er nog een paar mogelijk zijn. Er gaan er hier ook een paar te zien zijn? Ja, er zullen een paar te zien zijn. Ik denk Crazy Love, Witness of Spring Bandini, Hombres en Iedereen Beroemd. En Brussels Ben Uit, maar daar was ik niet de regisseur van. Dat is gewoon omdat ik daarmee te maken had. Zeg maar. Dus die 4, ja, vind ik wel een goede keuze. Die zijn wel oké, die films, denk ik. Oké. Ja, ja. Maar de chat wordt niet helemaal oké. Ze zeggen altijd dat je laatste baby de schoonste is, maar in dit geval meen ik het nog. Misschien nog eens een keer naar de Oscars, hè? Want kan niet, want er wordt meer Engels gesproken, denk ik. Enfin, meer Engels dan Nederlands, dus dat wordt moeilijk. Maar misschien voor de echte Oscars. Dat is niet tactisch, hè. Ja, niet tactisch aangepakt. Ja, we kunnen misschien nog grappig zijn dat ik een film in het Vlaams heb. Hoe voelt het om hier nu jouw film in première te laten gaan? Ah, ik vind het geweldig eigenlijk. Hè? Dus ik ken het festival al lang. Ik ken het al van voor het bestaat. Omdat ik toen in het jaren 2000 met Arno tegen iedereen zaagde in Oostende, hier moet een filmfestival komen. En tot onze grote vreugde, maar ook verbazing, was het 7 jaar later zover. En dus het bestaat sinds toen. En je ziet het ook groeien. Ik vind het wel fantastisch, want het is heel klein begonnen, maar je voelt het wel sterker en sterker worden. Elk jaar beter en beter. Goede kwaliteit, goede filmkeuzes en een hele toffe sfeer. Een hele relaxte, aangename sfeer die een badstad zoals Oostende eigenlijk wel mag hebben.